Albert Verlinde is woedend op Femke Halsema, onvoorstelbaar. De meningen verschillen nogal over de grote protestactie op de Dam gisteren. Zo is Albert Verlinde het absoluut niet eens met de aanpak, of eigenlijk het gebrek daaraan, van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. In het gezicht gespuugd. Duizenden mensen verzamelden op de Dam voor het Black Lives Matter protest. Door de grote opkomst werd de 1,5 meter regel al snel vergeten. Volgens Albert had de burgemeester van de grote stad veel eerder moeten ingrijpen. Ik vind het heel erg dat alle liefbedoelde initiatieven in het gezicht worden gespuugd door de burgemeester van de stad waar het meest aan crowdmanagement gedaan moet worden, vertelt hij in Show Nieuws. Ik vind dit echt ongehoord en onvoorstelbaar, randt hij op Facebook door. De presentator doet er nog een schepje bovenop, mevrouw Halsema spuugt ons in het gezicht. Naast Albert zijn nog meer BN'ers het niet eens met de aanpak van Femke. Helene van Rooyen, Alaard Kalf en Maurice Wijnen vuren ook wat sneren op de burgemeester af. Helene van Rooyen, ze had niet zo'n grote opkomst verwacht, blabla, alles verliep rustig blabla, natuurlijk had ze het achteraf gezien iets beter kunnen doen, maar ingrijpen had tot grotere wanorde geleid, gezien de omstandigheden en in overleg met de driehoek was dit het beste. Blabla hopjes vla. Alaard Kalf, nee. Vooraf bedenken dat het geen goed idee was om op tweede Pinksterdag, de dag dat de horeca weer open ging, in Amsterdam te demonstreren, dat is natuurlijk veel te simpel. Maar lang niet iedereen deelt deze mening. Er stonden ook een hoop NRS'ers fel mee te protesteren op de Dam tegen het politiegeweld.